zeker als we wat extra handjes hebben. Dus als er vrijwilligers zijn voor de opbouw en de afbreken, dan van harte welkom. Meld je alsjeblieft. Op dit moment rijden er nog auto's over de parkeerplaats bij de Riepel. Maar over 3 weken staat het terrein hier vol met kermisattracties. De dorpenkermis gaat dit jaar door. In een andere vorm, dat wel. De plek op het loopuitpark werd te krap, dus is er een alternatieve locatie gezocht voor dit jaar. Hier gaat het gebeuren. Voor het eerst op het winkelcentrum, bij het winkelcentrum De Riepel, op parkeerterrein. Ja, hoe blij dat het toch doorgaat. We zijn zo blij als culturele vereniging. A, dat we deze locatie mochten gebruiken van het winkelcentrum De Riepel. En dat we gewoon iets kunnen organiseren voor de dorpers. Want daar doen we het tenslotte voor. Ja, het is wel een iets ander jasje, toch? Ja, het is een droog jasje. We hebben geen alcohol, we hebben geen combinatie horeca en kermisexploitanten. Dat is heel jammer, maar het is niet haalbaar. Het is laten we hopen dat we volgend jaar gewoon weer gezellig op het plein zijn. We zijn al een stukje dichterbij. Vorig jaar zaten we aan het eind van de schoolweg. Dus we komen steeds dichterbij en we gaan ervan uit dat we volgend jaar gewoon weer op het loopuitpark zijn. Nat en droog samen, gezelligheid voor iedereen. Maar het is nu enkel alleen de attracties hier bij de Riepel. We doen het voor de gezinnen. Het is eigenlijk meer een gezinskermis. En gelukkig zijn de regels iets versoepeld dat Arjan op het plein ook wel wat kan doen. Ron weet ik nog niet precies en de tent. Dus voor hun zijn de regels ook versoepeld. Maar samen helaas nog niet. Maar de kinderen van Julianadorp die kunnen 4 dagen lang plezier maken. Dus helemaal blij. Ja, want hoe gaat het er bij jullie voor uitzien? We gaan voor ons het een stuk afzetten. Mensen moeten een kaartje kopen voor een symbolisch bedrag. Want we moeten mensen registreren. Dus mocht er dan nog wat gebeuren, kunnen we achteraf zeggen laat je testen. Wat ook het advies is. Hè. Na 5 dagen, joh, je hebt zoveel mensen gezien, ga alsjeblieft even een test doen. De opstelling is voor de rest bijna hetzelfde als in 2019. Een groot podium, wc-wagens, alles erop en eraan. En dan hopen we gewoon dat we 4 dagen uitverkocht raken. Of dat we 4 dagen een mooi feest bouwen eigenlijk. Ja, ik wou zeggen een feest in een andere vorm, maar dat het wel gevierd kan worden. Dat we gewoon toch een beetje het kermisgevoel op kunnen halen met elkaar. Want ja, het is alweer 2 jaar terug. Ja, en dan het liefst volgend jaar weer alles bij elkaar. Volgend jaar denk ik dat we gewoon weer met z'n allen een mooi feest moeten maken. Dat is een ding wat zeker is.